Zoek een rustige plek waar je het komende half uur niet gestoord kunt worden. Zet eventueel je mobieltje en de deurbel uit en demp het licht. En misschien vind je het prettig om een kaarsje aan te steken. Ga rustig zitten op een meditatiekussentje of een meditatiebankje. En als je het prettiger vindt om op een stoel te zitten of liggend naar de meditatie te luisteren, dan kan dat natuurlijk ook. Neem een meditatiehouding aan die voor jou prettig voelt. Adem een paar keer met aandacht rustig in en uit. Laat nu langzaam je ogen dichtvallen en laat je aandacht zich naar binnen keren. Ga met je aandacht naar je lichaam en ontspan je spieren. Begin met de spieren in je gezicht. En voel dat er na de ontspanning een subtiele glimlach achterblijft. Ontspan dan de spieren in je nek. Laat je hoofd licht voorover neigen, zodat deze ontspannen op je romp rust. Ga dan met je aandacht naar je schouders. En laat ook alle spieren daar zich ontspannen. En maak ook alle spieren in je armen los. Laat je handen ontspannen rusten in je schoot of op je bovenbenen. Kijk maar wat prettig voelt. Breng nu je ademhaling omlaag naar je buik. En voel dat alles in je bovenlichaam nu zacht en tevreden is. Voel je buik in een rustig en natuurlijk ritme op en neer gaan. Laat alle spanning in de spieren van je buik en je bekken los. Het gevoel van tevredenheid en van zachtheid breidt zich nu naar beneden verder uit tot in je buik. Ga vervolgens met je aandacht naar de spieren van je benen. Laat ook daar alle spanning los. En ontspan ook de spieren in je voeten. En als je op een stoel zit, voel dan je ontspannen voeten stevig op de grond staan. Visualiseer dat jij, net als een boom, heel stevig geworteld bent in de aarde. Speur nu in je lijf of er nog ergens spanning is achtergebleven. En als dat zo is, laat deze dan beetje bij beetje met enkele uitademingen langzaam wegvloeien via je benen, je voeten, de aarde in. Elke uitademing brengt je zo in een diepere lichamelijke ontspanning. Voel dat je lichaam nu heerlijk rust op het zitvlak of op de ondergrond. Neem nu ook de tijd om je gedachten tot rust te brengen. Maak langzaam je geest leeg.
Parkeer voor dit moment al de gedachten en de zorgen die jou vandaag hebben bezig gehouden. Op dit moment doen ze er even niet toe. En als er toch weer nieuwe gedachten of emoties in je geest opkomen, onderdruk ze dan niet. Maar laat ze gewoon de vrije loop. Weet dat je dat toch niet kunt stoppen. Maar pak ze niet langer vast met je aandacht. Geef gedachten en beelden en emoties geen kans om weer bezit van je te nemen en je mee te zuigen in hun fantasieverhalen en hun stress. Laat elke gedachte, elk geluid, elk beeld en ook alles wat je in je lichaam voelt, gewoon voor wat het op dit moment is. Bemoei je er niet mee. Laat ook al je oordelen en overtuigingen en verwachtingen en al het vergelijken los. Voel je geestelijk heerlijk open en vrij, zonder enige begrenzing. Laat zelfs elk idee los over het resultaat dat je met deze oefening wilt bereiken. Besef dat alles wat je aandacht geeft groeit. Geef dus nu nergens meer aandacht aan. Rust simpelweg in de vredige stilte van dit moment, hier, nu. En als er toch weer gedachten of beelden in je geest verschijnen, laat deze dan gewoon wegdrijven, als wolken tegen de blauwe lucht. Laat je niet verleiden om je af te vragen wat ze te betekenen hebben voor jou. Je zult zien, als je deze gedachten of beelden niet meer voedt met de energie van je aandacht, ze even spontaan zullen verdwijnen als ze gekomen zijn. Laat je door mijn stem meevoeren naar jouw natuurlijke staat van zijn. Naar je hart, waar een weldadige vrede heerst. Voel je lichamelijk nu heerlijk ontspannen en voel je geestelijk leeg, open en helder. Nogmaals, geef nergens meer aandacht aan. Niet aan gedachten, beelden, gevoelens. Ze verschijnen spontaan, maar hebben op dit moment geen betekenis. Het enige wat nu telt, is het ervaren van rust en van de innerlijke stilte. En van het genieten van de vrede. Hier hoeft even niets. Alles is hier precies goed zoals het is.
Niets hoeft hier te worden veranderd of te worden aangepakt. Niets hoeft hier te worden bereikt. En ook niets vraagt hier om jouw oordeel. Wees slechts wakker aanwezig in dit moment. En rust in de vredige stilte in deze lege bewustzijnsruimte. Dit is jouw natuurlijke staat van zijn, jouw ware natuur, jouw innerlijk thuis. Je bent nu afgedaald van het hoofd naar je hart, naar jouw stille en neutrale midden, de plek waar echte liefde en wijsheid woont. Ervaar dat je met een lege en ontspannen geest woordloos aanwezig bent in dit moment. Er is in jou alleen het simpele besef van bestaan. Je bent nu voor even niet meer een iemand, niet een afgescheiden persoon. En er is ook even niet meer iets, geen gedachte, geen object, geen beeld, geen mens. Er is alleen aanwezig zijn in dit moment. Geniet van de vrede en de onbegrensdheid van deze open bewustzijnsruimte. Hier ben jij één met het levende universum. Eén met het goddelijke dat de grondslag is van alles, dus ook van jou. Deze aanwezigheid in dit moment, dat is jouw diepste natuur, waarin alles tot rust gekomen is. Het is de stille bewustzijnsachtergrond waar al het andere in verschijnt en uiteindelijk ook weer in verdwijnt. Maar die zelf onaangeroerd blijft. Weet dat niemand jou kan beroven van deze heerlijke plek van vrijheid en geluk, omdat jij dat bent. Dat is jouw ware natuur. Dat is de bron van jouw bestaan. De bron van jouw innerlijke wijsheid en van jouw onvoorwaardelijke liefde voor al het leven. Via deze plek in jouw hart ben jij verbonden met de grote wereldgeest die jou draagt en voedt. Geef je over aan deze ervaring en rust zo in de veilige en liefdevolle armen van God.
blijf slechts wakker aanwezig in het nu. Zonder je aandacht te richten op iets of iemand. Je geest is open en leeg. Maar je bent je helder gewaar van de volheid en de eenheid van dit moment. En jij bent daar deel van. Ervaar dat jij nu open en onbegrensde bewustzijnsruimte bent, waarin alles verschijnt. Dit is jouw hoogste natuur. Je ervaart nu de heldere bewustheid in het bestaan dat één is. En dat is niet jouw bewustheid, maar universele bewustheid, als de oerenergie waarin de hele schepping verschijnt. In het stil aanwezig zijn ervaar jij nu deze grondkwaliteit van het universum, die alles en iedereen, en dus ook jou, doorstraalt. Deze pure bewustzijnsenergie is net als de onbegrensde ruimte van het universum nergens niet. Deze wakkere bewustheid of waarnemende aanwezigheid, die helderheid in het hier en nu die jij nu ervaart, dat ben jij als geestelijk wezen. Dat is jouw ware natuur. Dat is de jij die nooit geboren is en nooit zal sterven. Deze bewustzijnsachtergrond is wat jou het meest nabij is. Dat is je natuurlijke staat van zijn. En daarin is geen scheiding meer tussen jou en de wereld, tussen jou en God. En omdat jij deze heldere wakkerheid niet hebt, maar bent, kun je er met je denken geen grip op krijgen. Doe ook geen moeite om deze waarnemende aanwezigheid te zien of te begrijpen. Laat deze heldere tegenwoordigheid in dit moment er gewoon zijn. Je bent simpelweg in het hier en nu. Je ervaart slechts bestaan of zijn. En dat zijn is zich van zichzelf bewust. Jij bent dus letterlijk bewust zijn. En dit is jouw hoogste natuur. Ofwel jouw meest intieme, meest oorspronkelijke, geestelijk wezensdeel. Die we soms ook wel eens de derde stoel noemen. Dit open gewaarzijn is zich woordloos en oordeelloos getuige van alles, maar blijft in zichzelf vrij van elke dynamiek en van elk probleem.
besef diep dat jij alles waar jij getuige van bent, niet bent. Alles verschijnt slechts in jou als stille bewustzijnsruimte. De jij die nooit geboren is en nooit zal sterven en waar nooit iets mee gebeuren kan. Wees je er diep van bewust dat jij niet je lichaam bent en ook niet je gedachten en je gevoelens. In diepste wezen ben jij slechts deze bewustzijnsruimte in het hart. Ervaar de heerlijke vrijheid en vrede van deze natuurlijke staat van zijn, die ook wel de vierde staat of Turicha wordt genoemd. De bewustzijnstaat waarin alles en iedereen simpelweg is wat het is. Voel je thuis in deze hoogste dimensie van het bestaan. En voel de zachte armen van de grote natuur die jou liefdevol draagt en voedt en die ook wel Tao, God, de grote wereldgeest, het ene of het al wordt genoemd. Rust nog even in de vredige stilte van dit moment. En ervaar de innige verbondenheid tussen jouw hart en het goddelijke. Tot slot nog een paar uitleidende woorden. Weet dat je elk moment, als jij dat wilt, kunt terugkeren naar je hart als jouw stille midden. De heilige plek in jou waar werkelijk vrede en geluk heerst. Besef dit op elk moment dat jij voelt dat je jezelf kwijt bent. Of wanneer je voelt dat je gevangen zit in de maalstroom van het aardse bestaan. Weten dat er steeds deze uitweg is. En weet ook dat door regelmatige beoefening van deze hartmeditatie je hart als de bron van jouw innerlijke stilte zich steeds verder openen zal voor het goddelijke. En het effect daarvan zal zijn dat jouw dagelijkse denken en doen steeds meer zal worden doorstraald door de kwaliteiten van je hart. En bij deze hartkwaliteiten kun je denken aan onzelfzuchtigheid, oordeelloosheid, liefdevolle vriendelijkheid, compassie, mildheid, zorgzaamheid en hulpvaardigheid. Doordat op deze wijze echte liefde en wijsheid in je hart is opengebloeid, ben jij een baken van licht geworden in een wereld waar nog veel duisternis heerst.
En zo is gerijpte innerlijke stilte uiteindelijk vrucht gaan dragen voor de wereld. En voor de mensen die nog zoekende zijn. En hiermee is de vraag beantwoord van de bezoekers aan de eenzame monnik in de bergen. Want dit is de werkelijke zin van stilte. En als het voor jou genoeg is, open dan langzaam je ogen. Rek je even lekker uit en kom weer terug in de ruimte waarin je zit. Probeer de rust en de stilte van zojuist nog even vast te houden.